Ja, hele... Cultuur in actie! Hele goedemorgen, welkom bij Cultuur in actie. Ja, ik praat er al gelijk doorheen. Lekker begin van deze dag. Het is natuurlijk ook een beetje improviseren, maar waar het om gaat is het doel waarvoor we hier de hele week zitten, 7 dagen lang, om in actie te komen voor cultuur. Iets wat zo ontzettend broodnodig is en waar heel veel mensen gehoor aan hebben gegeven en graag hun stem hier willen laten horen. Ja, achter mij zie je het bord Cultuur in actie, waar allerlei handtekeningen op staan van al de mensen die hier al zijn langs geweest. Die wilden vertellen waarom cultuur zo belangrijk is en hoe zij hun steentje bijdragen. En ze hebben natuurlijk ook hun stemmen gegeven. Aan al die mensen die zij vertegenwoordigden. En daar is een prachtig getal uitgekomen. Aantal deelnemers dat meedoet aan deze actie. 266.990.000. Daar staan we nu op. En we hopen natuurlijk dat er nog veel meer wordt. Want dat is belangrijk om te laten horen en om te laten zien aan de politiek, maar aan heel Nederland, wie we zijn, waar we voor staan en waarom het zo ontzettend belangrijk is voor ons allemaal. Dus de komende 4 uur ben ik je gastvrouw hier bij Cultuur in Actie. Tot 1 uur of 2. En dan komt Twan Huis hier, die neemt het dan van mij over. En we interviewen allerlei mensen die te maken hebben met cultuur achter de schermen. Dat kan een visagist zijn, dat kan iemand zijn die de techniek regelt. Dat kunnen prestatoren zijn, cabaretiers. Iedereen zo breed mogelijk. Dus fijn dat je kijkt. En dan begin ik gelijk maar met de fractievoorzitter van PvdA, Lodewijk Asscher. Belangrijke gast, fijn dat je er bent. Jij wilde ook hier graag zijn. Waarom? Nou, ik ben naast fractievoorzitter ben ik woordvoerder cultuur voor de Partij van de Arbeid. Ja. In 2017 geworden. Omdat ik denk dat cultuur uiteindelijk is wat een land en een samenleving rijk maakt. Ja. Wat het leven de moeite waard maakt. En er is nu zo verschrikkelijk veel aan de hand dat ik het fantastisch vind dat dit initiatief is genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de cultuur zichzelf laat zien en laat horen. Ja. En ook eist dat er serieuzere aandacht komt vanuit de politiek. Nou, daar wil ik heel graag aan bijdragen. Ja, we gaan zo naar de politiek. Maar om even te beginnen met gewoon Lodewijk Asscher, de cultuurliefhebber. Ja. Wat zijn je eerste herinneringen zo aan cultuur? Nou, dat zijn hele dierbare herinneringen. Mijn oom, de broer van mijn moeder, was dirigent. Hans Vonk, in 2004 overleden, maar een bekende Nederlandse dirigent. En toen ik kind was, was hij een tijd chef-dirigent van het residentieorkest in Den Haag. En wij woonden toen in Den Haag. Dus wij gingen als kinderen eigenlijk altijd mee naar die concerten. Ja. Maar dat was dan helemaal niet iets plechtigs of zo, maar dan gingen we naar Oom Hans. Ja. Ik zie mijn zusje nog in het gangpad dansen tijdens een Mahler-uitvoering. Wat eigenlijk niet hoort, maar je zag al die mensen toch ontroerd kijken van zo'n klein meisje. Precies. En dan in de pauze gingen we even naar achter, naar de dirigentenkamer. Dan zag ik ook dat het voor hem topsport was. Ja. Maar ik herinner me ook wel momenten dat ik in vervoering raakte van wat muziek dan kan doen. Ja. Dat je daar zit en opeens raakt het je ziel. En dat heb ik altijd iets magisch gevonden, ja, van cultuur. Want welke plek heeft het nu in je leven gekregen? Nou, het is nu... Ik heb nu een heel druk leven met kinderen en werk, waardoor het veel minder vaak zo is dat ik naar een concert of naar het theater ga. Maar als het wel lukt, dan geeft het een ander soort ontspanning. Ja. Zoals je soms met sport op een andere manier kan ontspannen, kan cultuur als het ware een ander deel van je lijf of je brein helpen relativeren. Ja. Dus een mooi toneelstuk of een mooi concert, ja, dat is bijna een fysiek genot om je door te laten meevoeren. Ja. En nu is het natuurlijk een hele bijzondere tijd, waarin er heel veel maatregelen genomen moeten worden om heel veel mensen te helpen in Nederland, zo breed mogelijk. Wat zie jij voor de cultuur? Wat voor ideeën heb je daarbij? Nou, ik vind, de afgelopen jaren heb ik ook geprobeerd die discussie een beetje te voeren. Die cultuursector is wel heel erg gebouwd op een enorme reservoir aan mensen die als zelfstandige of freelancer dat werk doen. En in de jaren van de bezuinigingen bij de vorige crisis zijn die bezuinigingen heel vaak opgevangen door de mensen zelf. Dat ze een lager tarief zijn gaan werken of dat ze de repetities niet meer betaald, ja, kregen. Dus eigenlijk is die sector wat mij betreft al heel erg gebouwd op onzekerheid en onderbetaling. En daar wilden we eigenlijk net wat aan gaan doen, ja, voordat corona kwam. Maar ik denk dat je dat nu dubbel en dwars terugkrijgt. Dus toen half maart die lockdown begon, was niet alleen zodat dat het publiek niet meer naar een voorstelling kon, maar heel veel mensen hadden van de een op de andere dag geen inkomen meer. Ja.
Geen omzet, geen inkomen en eigenlijk ook niet zo heel veel alternatieven. En heel veel mensen in de culturele sector hebben een partner die daar ook werkt. En konden dus ook helemaal geen gebruik meer maken van de regelingen die er zijn. Dus ik denk dat wat je nu... Het eerste wat je eigenlijk zou moeten doen is je afvragen... wat betekent de culturele sector voor ons land? Ja. En dan niet alleen in economische zin. Daar moeten we het misschien ook over hebben. Maar ook van over wie we zijn. Het vieren daarvan. Het feit dat ieder mens daarvan geniet. Ja. Want het gaat heel vaak over gesubsidieerde cultuur. Maar er is natuurlijk ook heel veel cultuur die geen subsidie krijgt... waar mensen wel vreselijk van genieten. Ja. En als je realiseert dat in mijn ogen essentieel is voor wie we zijn... dan moet je het ook willen redden. Ja. Want het is niet zo dat een periode van maanden zonder activiteiten, zonder werk... dat mensen dat volhouden. Dus mensen gaan ander werk zoeken. Mensen kunnen geen schoenen voor de kinderen kopen. Ja. Instellingen vallen om. Dus in mijn ogen zou je eigenlijk als land moeten zeggen... wij willen die culturele sector helpen, redden. Ja. Helpen veranderen, maar helpen hier doorheen te komen. Want dat is de moeite waard. En oh ja... het is ook essentieel voor onze economie. Want er werken misschien wel 400.000 mensen. Hangt er vanaf hoe je het definieert. Het is een groot percentage van het bruto nationaal product. Ja. Ik heb in de het is natuurlijk een heel ingewikkelde sector. Hè? Omdat we hier zo verschillend zijn. Ja. Subsidieerde bedrijven, er zijn eigen bedrijven. Er zijn heel veel ZZP'ers, misschien nog wel meer dan in welke sector dan ook. Absoluut. Waar ook allemaal weer verschillende maatregelen voor gelden. Hè? Ja, maar dat is waar. Dus het is moeilijker te definiëren dan onze nationale vliegmaatschappij. Ja. Waarvan ik het ook terecht vind dat die gered wordt. Ja. Maar in de betekenis... Ik heb in een debat met minister Engelshoven... het fictieve citaat van Churchill daarvoor gebruikt... die aan het einde van de oorlog de vraag kreeg... toen de oorlogsinspanning te veel geld kostte... moeten we niet bezuinigen op de cultuur? En die zei toen... Dus in werkelijkheid schijnt het niet waard te hebben. Maar het is toch wel een goed verhaal. Die zei toen... Then what are we fighting for? Ja. En dat vond ik zo fantastisch. Ja. Jongens, we geven nu als land 100 miljard uit. Ja. Om mensen er doorheen te helpen. Onze economie te helpen. Zullen we dan ook zorgen dat we deze essentiële sector... hoe ingewikkeld ook, hier doorheen halen? Want de toespraak van Merkel is al een aantal keren aangehaald... Hè, de afgelopen weken van hoe zij de cultuur in Duitsland benoemde... als een enorm belangrijk element van de samenleving. En hoe daarvoor gevochten moest worden. Dat hebben we in Nederland nog een beetje gemist. Of in ieder geval dat gemis is gevoeld door heel veel mensen. Ja. Ligt dat nu aan de overheid? Of hoe we als Nederlanders heel pragmatisch omgaan met iets als cultuur? Wat denk jij? Nou, ik ben zelf niet zo voor dat Nederlands exceptionalisme. Dat we steeds onze volksaard erbij halen. En daar verklaringen aan beleden. Op een gegeven moment werd er gezegd... we gaan mensen niet bellen vanuit de GGD... want dat past niet bij de volksaard. Meestal is dat onzin. En dus ik denk dat Nederlanders zielsveel van cultuur houden. Dus dat er helemaal geen reden is om dat in Nederland niet zou kunnen. Er is wel gebrek aan leiderschap. In die zin dat het voor politici soms als onpopulair wordt gezien... om nou echt een lans te breken voor de cultuur. Ja. En dat is toch door negatieve framing... alsof de cultuur op subsidie gedreven is of alleen maar... Maar het is van iedereen. Ja. Dus je moet je dat ook niet laten afpakken. Dus ik zou het heel terecht vinden als premier Rutte of de koning... vergelijkbare toespraak zou houden. Ja. Ook omdat heel veel mensen in die sector... die zitten thuis en die voelen zich werkelijk niet vertegenwoordigd en niet gehoord. Ja. En dat verdienen ze net zo goed als ieder ander. Nou ja, het is ook inderdaad een sector waar heel veel ondernemers actief zijn. Hè? Ja. Dus in dat geval, het is niet kunst met grote dat, K. Ja. Het is een hele grote onderneming. Mensen nemen ook risico, investeren, stoppen hun spaargeld erin... Ja. Om iets moois te maken. Nou, ja. Er bestaat toch geen mooie ondernemerschap? Nee, precies. En we hebben natuurlijk, het is veel over ZZP'ers gepraat. Alsof dat allemaal mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om geen baas te hebben en lekker vrij te zijn. Maar daar drijft deze hele onderneming natuurlijk op. Ja, niet alleen maar uit wil. Nee, en dat is ook niet meer allemaal terug te draaien. En dat heeft natuurlijk ook voordelen. Maar Gijs Schot van Aschat vertelde me op een gegeven moment dat er geloof ik nog 40 acteurs in loondienst zijn in heel Nederland. Ja. Ja, dus het is ook niet omdat de rest niet wil. Nee. Nee. Dus dat hebben we eigenlijk... Daar stonden we bij en daar keken we naar. Ja. En dat is natuurlijk ook een prettige manier om een sector die te weinig geld kreeg... de risico's bij individuen te laten neerleggen. Maar die komen daar nu ook knalhard binnen. Ja. Want kijk, deze sector, we hadden het net al hier even achter de schermen over... Iedereen kent elkaar wel ergens, hè? Want het is een soort gevoel...
Het is een sector die zo aan elkaar verbonden is. Iedereen werkt dan eens een keer met elkaar. We zijn allemaal nodig. Iedereen heeft een andere functie in het grote geheel. Dit is natuurlijk een belangrijke week om te laten zien van hoe we met elkaar verbonden zijn en hoe belangrijk het is en hoe breed het is. Wat kan er nou in de politiek worden gedaan? Wat willen jullie nu concreet bewerkstelligen? Nou, er is eerst zo'n pakket gekomen van 300 miljoen euro. Ja. Heel belangrijk voor de grote instellingen die anders dreigden om te vallen. Rijksgesubsidieerde instellingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een specifiek plan nodig is om deze sector verder te helpen. Dus dat de algemene regelingen niet voldoen. Ja. Er zijn bijvoorbeeld makers die deels loon krijgen, deels als zelfstandigen werken. Die vallen onder geen regeling. Mm-hmm. En hun inkomen is nul. En er is een heel groot deel van de sector niet gesubsidieerd. We hadden het er net over. Dus de vrije theaterproducenten. Daar is de omzet gewoon door de overheid stilgezet. Precies. En de toekomst is ook, denk ik, voor deze sector misschien wel het meest in het ongewis. Hè? Ja, je zou op zijn minst moeten helpen nieuwe manieren te bedenken om toch ook je geld te verdienen. Dus ik denk dat er een specifiek plan nodig is voor deze sector. Wat ruimte geeft voor experimenteren. Waarbij je zegt, we gaan helpen met de vaste lasten. Dus je scheldt de huur kwijt die de overheid vraagt. En je bevriest de huur privaat. En je steekt er geld in. Om makers te helpen en om gemeenten te helpen, die vrije producenten. Ik had gehoopt dat het kabinet daarmee zou komen, want Van Engelshoven heeft op een gegeven moment gezegd, ik weet dat dit niet genoeg is. Ja. Maar die hoop lijkt niet bewaarheid te worden, want er is geen nieuw pakket. Dus nu moeten we er vanuit de politiek voor zorgen, en zo'n actie als deze, dat er wel nu komt. Ja. En het moet ook snel. Want voor heel veel mensen in die sector is het ook de vraag van, ja, zie ik er nog brood in? Ook precies. Mensen die mensen in dienst hebben. Die moet je wel perspectief geven, anders raken nog meer mensen hun werk kwijt. En precies, de komende maanden zullen heel cruciaal zijn voor heel veel bedrijven, voor heel veel ondernemers. Ja, we hebben nu een plan gemaakt dat we hebben ingediend dat bij de voorjaarsnota, wat een van de, waar de grote uitgaven worden bepaald voor volgend jaar, willen wij 700 miljoen extra toevoegen om zo'n plan te financieren. En wat ik nu eigenlijk zoek, is steun daarvoor vanuit ook coalitiepartijen. Want ik heb dat gedaan samen met GroenLinks en de SP. Ja. Dus, maar als het lukt om daar een meerderheid voor te krijgen, dan kun je al veel sneller veel meer gaan doen. Ja. Wat is de grootste weerstand nu op dit moment dan? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Omdat, het is veel geld. Ja. Dus daar moet je verschrikkelijk zuinig mee zijn. Tegelijkertijd geven we als land nu bijna 100 miljard uit om de economie te stutten. Dus dan zou je dit eigenlijk ook vanuit economische opportuniteit moeten doen. Ja. Ik vraag me af of men toch angstig is om te veel te doen. Hoe ironisch dat ook klinkt. Ja. Mijn oproep zou echt zijn, laat dat nou achter je. Kijk inderdaad naar Duitsland. Merkel is geen linkse politica. Ja. En realiseer je dat je dit voor heel het land doet. Precies. En om een economisch prijskaartje te hangen aan deze sector, die er daadwerkelijk wel is, maar misschien heel moeilijk is vast te leggen of in te schatten. Nou ja, die cijfers zijn er natuurlijk eigenlijk best. Hè? Dus, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, die hebben allerlei becijferingen. Ja. Kijk, als je reclame erbij rekent, als je de grafische industrie erbij rekent, dan gaat het al 4% van het bruto nationaal product. Dat is een gigantische sector. Ja. En samen met de horeca en het toerisme, de zwaarst getroffen sector. Hè? Dus je ziet, dit is een vitaal onderdeel van je economie. Het enige verschil is, omdat het zo versplinterd georganiseerd is, niet sterk verbonden, ja, nu wel, maar in de dagelijkse praktijk niet, is er niet een massale roep gekomen om steun. Maar als je kijkt naar de economische betekenis, dan zou het eerlijk gezegd vanzelfsprekend moeten zijn dat er een stevig reddingsplan ligt voor deze sector. Dat moet er ook echt komen. Ja, we hebben, er is ook al vaak gesproken, hè, dat eigenlijk alle maatregelen die nu moeten komen op deze crisis een beetje boven de politieke kleuren uit moeten stijgen. Hè? Dat het van gezamenlijk belang is dat Nederland weer... merk je dat er hele duidelijke scheidingslijnen liggen als het gaat over cultuur binnen de politiek? Nou, kijk, in het begin van die crisis, bij die eerste pakketten was er massale steun. En ik vind dat fijn. Het is nu echt geen tijd voor verdeeldheid. Het heeft helemaal niet zo'n zin om daar te zeggen, dit vind jij. Bij de cultuur ben ik daar bezorgd over. En mijn oproep zou ook zijn naar de partijen die zich misschien minder mee laten zien. Ja. VVD, CDA. Het gaat ook heel erg over de regionale cultuur. Het gaat ook heel erg over ondernemerschap. Het zou geweldig zijn als er nu een breed omarmd plan, maar wel ambitieus. Dus niet een soort wees dan maar blij. Ja. Mijn moeder zei altijd, wees blij met wat je hebt. Nee, ambitie. Ja. En dan kan het. Hè? Want
Politiek, dat komt volgend jaar wel weer. Dan komen de verkiezingen, dan gaan we kijken wie er dan het meeste stemmen krijgt. Maar dit kan niet zo lang wachten. Het moet echt nu. Hè, want ik zou het heel graag willen afdwingen. Maar, dat zou fijn zijn. Maar, dat kan ik niet in mijn eentje doen. Ja. En we hebben ook niet de tijd om daarop te wachten. Nee. En voor veel kunstenaars, ondernemers, mensen die in de cultuursector werken, was Brabant de afgelopen tijd natuurlijk ook een soort schrikvoorbeeld van hoe er met cultuur omgegaan kan worden. Heb je het gevoel dat daar een tegenreactie op is gekomen in Den Haag? Nee. Nee? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, in Den Haag lijkt soms de angst voor. Voor populistische partijen die cultuur alleen maar zien als iets negatiefs. Groter dan de liefde voor een essentiële sector waar honderdduizenden mensen in werken. Ja. En Brabant, nou, we moeten zien hoe dat daar gaat. Maar het feit dat het onder vrije tijd werd geschaard, dat draagt bij aan dat beeld. Ja. Dat is mensen hun werk, hun bestaan, hun bestaanszekerheid. Maar het is meer dan dat, hè, want er zijn meer banen die zullen verdwijnen. Het is ook hoe je de toekomst van een land wil vormgeven na zo'n crisis. Ja. We willen niet uiteindelijk hier verarmd en verschraald uitkomen met overal stickers van 1,5 meter. Precies. Maar nooit meer iets wat je beroert. Precies. Als er iets niet bij de cultuur past, zijn het de coronamaatregelen eigenlijk. We gaan langzaamaan beginnen. Maar dat zal voor iedereen een hele vreemde gewaarwording zijn. Hè? Met de 30 man in een theaterzaal of bioscoop. Als het straks echt weer op gang mag komen, waar kijk je dan het meest naar uit? Nou, ik zou heel graag gewoon weer naar theater en naar muziek zonder erover na te denken. Ja. Want dat is een van de mooie dingen van het leven dat er ook is. Maar ik ben heel bezorgd. De directeur van het Frans Hals Museum, Anne de Meester, die sprak hierover. Die zei, zij is bang dat er een soort stap terugkomt. Omdat nu eigenlijk cultuur alleen is voor mensen die online reserveren. Ja. Dat je het weer helemaal terugbrengt naar de mensen die toch al gingen. He, dus de mensen dat je de drempel weer verhoogt. Ja, totaal. Terwijl, dat vind ik nou juist wel heel goed van de afgelopen jaren. Dat er veel meer zoiets is. Ja, maar het is van en voor iedereen. Ja. Dat hele beeld van voor de happy few. Ja, dat is ook zonde. Zeker. Nou, als die coronamaatregelen nou daar toch weer voor gaan zorgen, dan doe je het niet goed. Ja, dus ik hoop eigenlijk, nog los van wat ik zelf als persoon leuk vind in mijn leven, dat soort drempels eraf gaan. Dat mensen gewoon zich realiseren, ik ben ook eigenaar van die cultuur. Die is van alle Nederlanders. In plaats van de mensen die toevallig al toch al gingen en zouden reserveren. Ja. Dus ik zou liever zien dat je het gratis maakt. Al is het een dag per week, de musea. Dat voor iedereen toegankelijk is. Precies. Dat je de drempel laag doet. Dat je het aan schoolkinderen laat zien. Ja. In plaats van nu achter een betaalmuur die voor heel veel mensen een drempel is. Ja, nou laten we hopen dat die drempel zo laag mogelijk wordt en daar zeker geld voor nodig. Dus ik hoop dat al die maatregelen vrij snel effectief worden. Dat is nodig. Daar vragen de mensen altijd om hier te tekenen op onze muur. Zeker. En dan vragen we ook nog namens hoeveel mensen je dat doet. Nou, laten we zeggen namens 600.000 of zo. Ja, ik vind het een heel mooi getal. Ik weet niet of het door de jury komt. Ik weet het ook niet. Zoveel stemmen hadden wij voor een keer. Nou, het gezin Ascher, dat in ieder geval. Dat is 5. Dat is 5. Zal ik dan namens 5 doen? Doe dat sowieso namens 5, maar misschien namens de hele partij. Dat zou ik ook wel een mooie. Ja, denk, dat durf of ik de fractie. De fractie is 9. Ja. De partij is 41.000 leden. Zeg het maar. Ik geloof dat ik hoor 5 plus 9, hoewel die 41.000 mij heel goed in de oren klinkt. Maar beginnen met 5 plus 9 gaan we daar nog in overhandeling. Okay. Dus ga naar de muur. Ik geloof dat alles goed gereinigd is. Ja, ik moet een plekje zoeken. Een beetje hoog. Fijn, meneer Asje, dank u wel. En heel veel succes met alles. Ja, dank u wel. Dank. Tot ziens. Tot ziens.